Ambassadeur Erik Ramat Murtabat heeft afgelopen donderdag zijn geloofsbrieven aangeboden aan de koning van Maleisië, Al-Sultan Tengku Abdullah. De overhandiging vond plaats in de Istana Negara, het Nationale Paleis in Kuala Lumpur. Bij het aanvaarden van de geloofsbrieven door de koning is Murtabat benoemd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor Maleisië, met als standplaats Jakarta. Murtabat kreeg van de koning de volle ondersteuning om zijn taken uit te voeren. De afdeling voorlichting van het Korpspolitie Suriname heeft zaterdag in samenwerking met het dorpsbestuur en de buurtmanagers van Saramaka een informatiesessie voor jongeren verzorgd in het inheems dorp Columbia te Groningen. Het doel van deze sessie was bewustwording creëren rond narcotica, drugsvoorlichting, de rol van buurtmanagers en huiselijk geweld. De doelgroep bestond uit jongeren, ouders en verzorgers. Middels informatie en oefeningen werden de aanwezigen, vooral de jongeren, interactief bezig gehouden. Een team van specialisten uit de Verenigde Staten organiseerde van 21 tot 25 augustus crisisbeheersingstraining voor 60 vertegenwoordigers van organisaties in Suriname, verantwoordelijk voor beheersing van noodsituaties en eerste hulpverlening. Het programma Inturarica Resort omvatte 4 dagen training over verschillende onderwerpen zoals fysiologische en psychologische effecten op de besluitvorming en terroristische tactieken. De training is afgesloten met een gezamenlijke paraatheidsoefening op het terrein van de Amerikaanse ambassade.